Hoi iedereen, superleuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben nou met een vriendin. En we zijn in de tornado mod. Maar we zagen net al iets aankomen, dus we moeten even snel hout gaan hakken en zo. Oh jee, het gaat ook echt al waaien. Ja, kom maar. Dan gaan we hier eventjes de berg in. Oh god. Is hij zo dichtbij? Ja, maar blijkbaar zie ik dan dat je een heb. Dus kom maar snel. Ik heb echt maar 3 hout. Oh, je hebt al mijn hout gepakt. Oh. Je had er gewoon echt... Zo. Ja, we hadden dus een dorp gevonden, maar die is dadelijk alweer in de hand. Ja, het gaat goed. En in het dorp hebben wij de schoenen gevonden. Diamond shoes. Ja, zwaard. Diamonds. Brood en appels. Yes. En we hebben ook al wat spullen en zo meegenomen, dus... We hebben alles, gelukkig. We have all. Ja, ik zal even een crafting table maken. Heb jij nou die radar dingen? Ja, die heb ik. Maar ik moet eerst even de buttons zien. Oh, dit waait zeker weg zo. Wat? Ja. Nee, dit waait niet. Zo, zo niet meer. Oké, eerst de pickaxe. Ik ga trouwens wel even mijn geluid zachter zetten. Hoe hebben wij? Ja. Een orkaan. Oh, gezellig. Ik ga 1 pickaxe maken, want anders heb ik geen hout meer. Doe maar. En dan maak ik ook meteen 1 axe. Oké, wat? Volgens mij lag ik een beetje. Ik had 6 hout. En ik plaats het en ik krijg een hode voor terug. Wat de hel? Nou heb ik geen hout meer. Nou heb ik 5 hout verspild, terwijl ik eigenlijk 6 had. Oh, nou is het wel een pickaxe. Wat? Oh. Oké, dit is een beetje lag, maar... Dan heb ik toch 2 pickaxes, dus alsjeblieft. Hey, cool. We hebben echt geluk hier, hoor. Meteen een dorpje, meteen cool. Ja, het dorpje gaat zo meteen wel weg. Ja, die gaat meteen aan. Ja, trouwens, dat ligt eraan, want een orkaan is meestal niet zo heel sterk. Nee, ik denk dat ik me eigenlijk meer zorgen maak om het tornado. Maar ja. ik weet niet wat dit doet. Eigenlijk. Wat een orkaan? Ja, ik weet niet hoe sterk. Ik wacht niet. Nou, volgens mij is een orkaan... Puur en alleen wind. Het is dus een C4, dan is het alleen wind. Ook echt... Hey, is het jou ooit opgevallen? Die villagers die rennen dan ook meteen naar binnen, hè? Ik dacht juist dat ze daar niet in willen. Jawel. Als er een orkaan komt, of als het... Ja, als het donker wordt sowieso, maar als er bijvoorbeeld een orkaan komt of zo, dan rennen ze naar binnen. Je ziet het wel echt draaien, hoor. Ik vind het nog steeds cool gemaakt, eigenlijk. Zo die wind zo. Ja. En je ziet ook echt die blaadjes op en neer wegwaaien. Het neemt wel wat mee, inderdaad. Ja. Oh, hij is recht voor ons nu. Kijk, al die boom die gaat eraan. Oh, wat... Hoe daar die villetje? Oh, Gerren, die was nog niet verstopt. Nou, we kunnen de village ook niet meer aan de kijkers laten zien, dus. Hij is wel echt groot hoor. Hij draait gewoon om ons heen nu volgens mij. Oh. Nou, die villagers dus die overleven het niet hoor. Biggie. Shit, ja, we hebben ook geen eten. Ik heb wel eten. Oh ja, uit die village. Alle wind, alle blaadjes waaien ook echt naar binnen. Zie je wel heel goed. Wat is nou alweer het afhangen te halen? Ja, het is alweer een 3. Een C3. Maar even voor duidelijkheid dus. Een C is een orkaan en een F zijn tornado's. Ja. En we hebben dus zo'n ding. En hierop kun je dan zien hoe dichtbij die is. Dus dan zie je ook gewoon dat rode puntje die komt. Of die is nou net bij ons geweest. Die waait nu weg. En dan kun je daarboven kun je zien hoe sterk. Dus een 5 is het sterkste volgens mij. En een 1 het minst sterkst, en dan een C is dan orkaan en een F is een tornado.
Oh, heel het dorpje, kijk dan. Nou, het valt mee. Ik denk dat we straks wel even de schade kunnen. Kan ik gaan bekijken. Ja, inderdaad. Ondertussen eet ik gewoon hier. Ik heb honger. Wil je Minecraft? Ja, Minecraft ook. Dank je. Oh. Nee, dat is handig. Nou kennen we toch wel naar buiten, hè? Ja, nou is hij helemaal daar. Ik heb hem trouwens niet eens een zwart. Staan monsters aan, ja. Serieus. Ja? Oh, nee, nee, ik heb hem net op difficulty gered. Dan moet ik hem op easy zetten. Maakt mij niet heel veel uit. Ja, dan doen we hem of morgenochtend wel. Nou, ik vind met monsters vind ik wel leuker. En dat had ik ook al aan de kijkers uitgelegd gisteren, dat ik af en toe wel bang ben voor monsters. Maar als ik met vriendinnen ben of zo, dan valt het wel mee. Nou, het valt dus. Ja. Maar dan zegt hij, Oh, ja. Ik denk als het te laat geweest was, dat het dan ook erger. Ja, dan was het sowieso erger geweest. Ik ga ook even kijken. Maar ook het weed, heb jij dat net geplaatst of niet? Nee. Hier, ik heb alweer een weed. Misschien wel een voor ramen uit zijn. Ja. Sommige villagers zitten er ook gewoon nog. Dat is trouwens wel heel handig. Heb jij nog een pickaxe? Ja. Dan moet je wel even die ovens hier meenemen, want dan hoeven die niet te maken. Ja, wat? En die kist die kun je zo rounds ook meenemen. Ja, trouwens, die neem ik al. Wat vind jij? Vind je dat we hier moeten blijven? Of denk je dat we ergens anders? Nou, ik vind het jammer dat het in een acacia bos is, want dat vind ik zelf niet zo mooi, maar. Hier hebben ze ook echt een housewarming party, zo. Ze zitten allemaal bij elkaar. Kijk hier. Dit is wel mooi. Dit is echt met 5 of 6 villagers in 1 huisje. Oh ja, inderdaad, ramen zijn eruit. Wat dat betreft, de schade valt nu. Dit is wel tegen de woestijnen. Ik wil tempels gaan zoeken. Maar dat doen we allemaal morgenochtend wel, als we wat meer spullen en zo hebben. Ja, want volgens mij zie ik daar al iets. Oh nee, dat is gewoon een trappetje van een dak hier. Nee, maar ik bedoel, we begonnen al meteen helemaal goed. We begonnen gelijk in een dorpje. Want ja, we gingen net gingen we in de server en toen zagen we meteen een dorpje. Dus dat was wel mooi. Daarom zeg ik, voor misschien is het nog geluk hebben ook. Ja, waar ben jij? Ik ben nou bij het huisje. Oh hé, voor 18 wheat heb je 1 emerald. Dan, voor 17 wortels en 16 potatoes heb je ook een wortel. Of een emerald. Maar ik denk, we kunnen best wel weggaan. Hier, maar ik vind wel dat we dan af en toe nog terug moeten komen bij het dorpje. Ja. Omdat je dan, je kan handelen met de dorpelingen, zeg maar. En je kan eten krijgen. Wil jij trouwens die armen zwaar? Want dan maak ik gewoon... Ja, is goed. Waar ben jij? Gewoon stenen zwaar. Ik ben bij het huisje. Oh, je bent bij het huisje. Ik kom trouwens ook even naar het huisje. Dan neem ik daar die oven mee. Oh, ik zie schapen. Ja, cool. Ja, ik heb geen pickaxe, dus ik kan moeilijk steen weghakken en zo. We hebben gelijk eten. Ik zie ook koeien. Oh, ik lag heel... Ja, nou niet heel hard, maar... We zitten echt omringd door woestijn. Ja. Kijk, ik zie je varkens niet. Dus wat dat betreft is het eten hier wel goed. Ik zie ook sugarcane's. Ik zie daar weer een schaap. Nou, wacht, ik ga niet te ver uit zo'n buurt waar we elkaar dadelijk weer. Oh ja. We hebben trouwens heel goed in elkaar kwijtraken.
Ik ben ook zo iemand, ik ren gewoon echt alle kanten op. Oké, ik kom even terug naar boven op de berg. Ik zie daar een konijn trouwens. Ik ben nog steeds boven op de berg. Ja, maar dat is een grote berg, dus. Ja, dat zie ik. Ik ben beneden, dus ik kan goed zien. Maar ja, niet hier bij die plaatjes niet te doen. Rolstoelen neem ik ook mee. Bij jou wordt het ook weer kwijt. Ja, ik probeer nu even de berg op te komen, maar dat is best wel moeilijk. Een beetje een rare berg. Ik ben nu boven op de berg. Bij water. Oh, daar. Ja. Oh ja, ik wel ook. Hey. Nou, dan gaan we de kant op. We hebben genoeg. Oh nee, eentje. Wat? Eén witte wol. Dan hebben we twee bellen. Maar... Ik heb er drie. Oh dan. Ja, maar dan hebben we er nog vijf. Heb je er maar eentje? Nee, ik heb vijf witte wol. Oh dan. Ik dacht, je hebt er maar eentje. Ik denk, oh. Ik hoor al gelijk wat, hè? Ik heb het aanstaan. Maar. Ja, en ik hoor al gelijk iets. Gewoon alle kool die je ziet meenemen. Want we hebben nou heel hard nodig. Ja, vooral zelf. Skeleton. Anders gaan we eventjes hier de cave in, want dan hebben we al gelijk al wat, zeg maar. Ja. Hier is echt veel kool, joh. Oh, hier is ook een cave. Oh nee, dat is maar een halve. Oh, hé! Hey! Of maar. Meteen die spin dood, hoppa. Ik heb trouwens 66 stuks kool. Wel. Ik hou hier niet van. Moet je nagaan, ik ben al gelijk op mijn hoede. We doen eerst hier dan. Mm-hmm. Ik had wel... Diep. Ik zie Iron. Yes. Die er iets mee volgt. Hebben we Iron? Jee. Yes. Eindelijk. Ik ben ook heel benieuwd of we iets van een... Oh, een zombie. Lekker. Ja, misschien. Oh. Gaat. Weer Iron zie ik. Zo. Even kijken. Oeh, hier gaat het toch door. Oh joh. Maar dat doen we dadelijk wel. Maar even maar recht door. Recht door, oh dat is die kant op. Wat voor zij doet dood? Ja. Jawel, oh. Het loopt dood. We moeten trouwens even niet proberen te veel te rennen, want anders hebben we daar geen eten meer. Ja. Oké. Okay. Oh. Oh nee, Enderman. Enderman. Ja. Altijd weer, hè. Altijd die Enderman. Ik hou niet van Endermans. Babyzombies vind ik ook echt verschrikkelijk. Oh, ik vind die wat vind jij nog meer verschrikkelijk? Of heb je verder niet echt iets van? Nee. En de mensen babyzombies. Ja, oh, hebben we om te lopen. Oh, maar hier is niks, dus gaan we weer terug. Godsamme. Ik wil langs dat beest. Ja, kijk, hoe beweegt dat beest? Dat beest is al weg. Wat? Kijk, ja, die teleporteren weg, hè. Oh ja, de. Ja, dan kom ik daar. Oh, daar staat hij. Doei. Ja, kom, we gaan naar boven. Oh. Soms dan baal ik echt van dat ik bang ben van die dingen. Ja, terwijl die eigenlijk niet eens wat doet. Tenminste... Ja, maar ze zijn best sterk. Als ze eenmaal aanvallen, dan ben je gewoon in 3-4 klappen ben je gewoon dood. Ja. Oh my god. Oh shit. Die is diep. Maar kijk, hier loopt het dus ook nog helemaal door. Ja, dus we blijven eerst op dit bed. Oh, Skelly. Au, jongens. Waar? Wow, hier staan ik heb drie skeletons. Wacht, oh, ik ben bijna dood, ik ben dood. Oh! Oké. Wow, wegwezen, Marjolein. Ga naar buiten. Nee, ik ga mezelf ingraven. Au.
Ik heb een half hartje. Ik ben naar buiten. Ik heb een half hartje. Ik kan hem ook laten terugkomen, huilen. Ja, maar ik zit toch in die kip. Ik ga gewoon naar buiten. Ben jij nou buiten al of niet? Ja. Ze zijn met elkaar aan het vechten. Ah, oh ja, die skeleton hier bij mij is ook. Oh ja. Maar dit wordt wel leuk, want ik moet dus daar nog naar buiten rennen. Ja, kom dan. Nee, ik ga eerst even healen. Ik wil eerst even. Ja, als ik ben wol nodig, want ik moet een bed hebben. Anders maar jij dan bent links naar buiten gegaan, toch? Ik ben hier al bij jou, dus. Oh, oké. Okay. Ik ben nog steeds niet helemaal geheeld, maar oké. Okay. Ja. Ik hou het wacht. Oh, het wordt alweer nacht. Ja, daarom. Dus ik ga met. Ik kom het niet meer verschoten. Maak dicht. Oh. Ik wil zeggen, ik wilde. Het gaat zo goed al, hè? Klopt. Anders maken we echt wel bedden. Ken jij bij de crafting table? Oh ja. Wacht. Oh. Achter je. Yes. Geef me even één wol uit, B. Oh, sorry. Ik heb nog eentje nodig. Yeah. Zo. Hier is voor jou. 32. Hé, hey, we hebben meteen een bed. Gezellig. Slapen in een grot. Ja, ik denk in deze survivors zullen we veel in een grot zijn. Want dat is het veiligst. Ik denk in de volgende aflevering dat we echt gewoon voor het huisje moeten gaan. En bezig moeten zijn met eten en zo. Ja. Nou, zo zie je maar weer. We zijn dus totaal niet goed in vechten. Tenminste, ik niet. Ik ook niet. Anders schrijf even de coördinaten op van alle keven en zo. Voor de keven waarbij we later terug kunnen gaan. Deze keven bijvoorbeeld. Uh-huh. Ja. Oké. Okay. Kijk of we dadelijk langzamerhand weer naar buiten kunnen gaan. Ja, inderdaad. Ik heb zoveel eten. Maar, hey, had jij armor? Nee. Ja, dit. Ja. Wil jij die hebben? Nee. Ja, we maken, als we daar meer iron hebben, maken we alsnog een iron armor. Dus, zo'n verschil zal het niet maken, maar ja. Even alle eten hier welke. Ja, ik ben echt zo'n orden. Zo'n mens die alles geordend moet hebben. Ook in Minecraft. Als ik in Minecraft niks geordend heb, dan word ik gek. Oké. Okay. Ik hoor trouwens alweer een skeleton. Oké, okay, eten is klaar. Oh, daar moet je nog bijna. Ja. Ik hou wel eens in de oren naar buiten. Dan kunnen we verder gaan lopen. Ja. Oké. Okay. Oh, we worden ook gelijk opgewacht door een skeleton. Oh. Oh jongen, niet zo hard. Ja, we hebben hem naar buiten. Ik heb een pijl. Oh, wow, we raken hier niet. Jawel. Dan kun je namelijk, als je een pijl en boog hebt, dan heb je dat wel aan. Oh, kut. Niemand. Wat? Helemaal niks. Nee. Kom aan de woestijn in. Oh ja, nee, leuk. Ik kan daar je dingen zien. Wat? Die tempel? Ja. Ik weet helemaal niet of er een tempel in zit, maar dat denk ik. Omdat we al begonnen in een dorpje. Ik kan niet meer rennen. Eten! Gewoon alles meenemen? Ja. Een tempel! Echt? Ik wist het. Hoe dan? Ik ren er meteen ook naartoe. Ja, trouwens, eerst eten. Eerst eten. Kijk, zo chaotisch ben ik dan weer. Ik ren overal heen zonder te kijken waar Katrina is. En dan ben ik er zo kwijt. Ja, dat maakt trouwens niet uit. Ik ren me wel.
Wat ben jij nou? Nou, dat die dieren. Ik ook. Oh ja, ik zie het al. Kom maar naar de tempel toe. Ik loop daar wel naartoe. Oh, ik zie jou al. Je bent links van mij. Yes. Oké, eerst dadelijk, want er zitten ook monsters in daar nou, hè? Ja, dat weet ik. En je moet niet in het midden, dat weet ik ook. Jee, we weten alles. Koppen. En ervaren. Oké. Okay. Ik ga meteen even eerst healen. Ja, niet. Ik ook. Ik ga gewoon zo. Ja, klopt. Skeleton. Meteen mij ook gewoon, hè? Oneerlijk ding. Okay, je kan het beste hier graven. Ik weet het, I know. Maar ik maak even een trapje. Oh, geen blokken naar beneden. Wacht, laat mij maar graven. Oh ja, 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 ja. Laat mij maar graven. Ik, wacht even, ik ben Hoeveel slaap jij, joh? Zo. Oh, nou kom je recht boven een kist uit. Ja, maar, ja, nee, yes, oké. Ik haal die weg. Yay. Dus oh, Golden Apple, Sweeping Edge 2, een boek. Holy shit, de jackpot. Ik niet. Oh, ja, spider eyes, leuk joh. Dingen, even wat ik niet nodig heb, gooi ik even erin. Looting 1, boek, en ik zit al vol. Fijn. Kijk. Ook een Iron Horse armor. Oh, hier een Diamond Horse armor. Wat? Oh shit. We hebben wel geluk hoor. En dan mogen we weer naar boven. Jee, ik neem trouwens wel die potjes mee. Die hebben we niet nodig. Oh, ik schrok. Sorry. Nee, ik stond er weg. Oké. Okay. De Battle is die niet meegenomen. Nee, ja, maar volgens mij, het sandstone is best wel sterk. Ja, en tijdens het editen kom ik erachter dat ik geen einde heb opgenomen. Bij deze wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog en abonneer even. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Tot dan, doei!